Je bent al snel aan de wijn gegaan, zag ik. Wat gebeurt er hier voor jou allemaal? Ja, dit is, ze zijn het oefenen voor de opening vanavond. Het is een hartstikke mooi gezicht, want ik zit hier mensen tegen te houden. En het is voor mij fantastisch, moet je kijken. Af en toe zo'n operazanger, ik geniet er echt volop van. En hoe verloopt het tot nu toe? Ja, gaat goed. We hebben gisteren ook al alles heel globaal doorgenomen. En nu zit de muziek er goed met repeteren bij. Dat is met allemaal vrijwilligers. Ik doe het ook pas voor mijn eerste keer. En met een draaiboek nemen we alles nu door. Wat gaan wij vanavond zien? Wij gaan vanavond een spectaculaire opening zien over overbruggen gaat het. Dus wij laten mensen uit de ramen spelen. Wij laten mensen over overvarende pontons gaan, net als de ponten van Noord. En wij laten een koor dansen, want we dachten, wat zou nou echt mooi zijn om over water te overbruggen, dachten we een koorddanser. Eigenlijk op alle manieren verschijnen er muzici die op hun manier over het water heen elkaar proberen te bereiken. Hij gaat straks slacklinen hier overheen. Oké. Heb je dat zelf ook al uitgeprobeerd? Nee, ga ik ook niet doen. Wat denk je dat er eventueel kan misgaan als je dit ziet? Nou, of het kan ineens gaan regenen heel hard, zoals gisteren. Maar dat laten we echt alsjeblieft hopen van niet. Of Jobber kan in het water vallen, maar dat gaan we. Hij kan zwemmen, neem ik aan. Hij kan zwemmen. Anders kan jij hem vast wel redden, toch? Nou, ik ga er niet achteraan springen. We willen heel verschillende soorten muziek tonen. Waar het Grachtenfestival ook zo goed in is. Dus dat je zowel jazz hoort als hele moderne klassieke muziek, maar ook opera. Eigenlijk zoals dit festival samen zit, zijn ze van die highlights uitgemaakt. En stiekem leuk om mensen tegen te halen. Ja, dat is hartstikke leuk. En wat zijn jullie nu hier te doen? Want dat wordt jullie kei overzien alles. We zitten het bootje roeien, waarin de luidspeler een stukje zal spelen. Okay. En wij roeien het bootje. Spannend! Ja, een beetje, maar vanavond gaat het helemaal goed komen. Wat is nou specifiek anders om hier op het water te werken of in een meer gevestigde locatie als een theater? Nou ja, hier is niks, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, in een gevestigde theater prik je, zou ik maar zeggen, je lampen bij ons krachtstroom. En hier moet je die kracht er allemaal aanleggen en moeten alle snoeren gelegd worden. En in dit geval is het ook zo dat wil je iets midden in het water doen, dan moet je daar knutselen en doen tot je het voor elkaar hebt. Ik ben niet naar de kapper geweest. Nee? Oh, dat is niet te zien hoor. Nee, niet te zien. Dat is goed. Hoe is het om vanuit jouw oogpunt te spelen vanaf het water? Ik hoop dat ik mijn stok niet in de water laat vallen. Nee, maar verder, ik vind het geweldig dat wij hier bij het opening mogen spelen. Dat vind ik eigenlijk heel bijzonder en heel goed en heel leuk. Vanavond wordt dat genieten of toch ook een beetje in de stress zitten? Nee, helemaal. Nee, ik ben vanaf dit moment stressvrij. Echt waar. Dus je doet nog een koordansje dadelijk even ter ontspanning? Ja, nee, ik ga nu al. Kijk, het leuke is, het is ook maar eenmalig een opening. Dus het enige moment dat je kan genieten is nu. Dus dat ga ik nu ook doen. Ja. Nou, volgens mij komt het helemaal goed. Heel veel plezier vanavond. Dankjewel. Je bent al snel de wijn gegaan, zag ik. Gedane arbeid, hè? Dan mag het. Ja. Maar wat heb je dan gedaan? Ik heb net een aria gezongen uit de opera La Sonnambula van Bellini. En die heb ik net te horen gebracht hier op een drijvend vlot, wat ik in het begin nog even moest aftasten of dat wel goed ging. Want het ging uitstekend en hartstikke leuk om hier te staan. Een helemaal leuke avond. Wat vindt u van de muziek? Ik zeg net dat ik die man wat mooi vind zingen. Wat ik bij operazangers lang niet altijd. Meestal zingen ze vals. Dus deze komt goed uit de buis. Ja. Nou, heel leuk tot nu toe, moet ik zeggen. Wel een apart modern tintje wordt eraan gegeven. Dat hadden we niet helemaal bedacht. Maar heel leuk eigenlijk. Wat had je dan wel bedacht? Nou, ik had het iets klassieker en traditioneler verwacht. Ben je eerder naar grachtenfestivals geweest? Ja. Wat maakte dat je nu dan weer wilde komen? De hele entourage, de muziek. Ik hou van klassieke muziek. En het hele sfeertje eromheen. Ja. Hebben jullie niet nou zo'n romantische avond, zomeravond, de zin om mee te zingen met Summertime? Ja, dat wel. Nou, laat me horen dan.
Nee, ik ga het niet in de microfoon doen hoor. Nou, zwijmel dan maar lekker mee vanavond. Ja, veel plezier. Doen.